waarin de vergadering mag u voorstellen. Baron Jan de Graaf, wereldexpert op economisch vlak. Geachte dames, beste heren, allen lid van de Jonge Werkgeversunie. U weet allemaal waarvoor we hier zijn. Onze tijd is beperkt, laten we ons daarom ook niet zitten vermeiden in allerlei plichtplegingen. Zelf heb ik binnen 3 uur een belangrijke bijeenkomst in Rome, waar de situatie zo mogelijk nog dramatischer is als hier. Onlangs heb ik gegevens doorgekregen over de situatie hier en ik heb ze grondig doorgenomen. Wat blijkt immers? Een groepje kinderen berokkent ons erg veel last. Het hoofdkwartier van dit groepje bevindt zich, als u even op de kaart kijkt, ongeveer hier. Hoe is die situatie gegroeid? Wat is er misgelopen? Er zijn tal onze redenen voor. Maar net zoals in New York, Berlijn en Londen, hebben wij zitten toekijken hoe de situatie is verslechterd. We geraken hier nooit binnen. Hoe gaan we dat oplossen? Fanny, we hebben nog een kans. We gaan de bewaker weglokken. Vrouw, pak zijn jas, pak zijn jas. Stop los, kom hier. Staat, maar ik zou het erg op prijs stellen indien u in enkele woorden het kernprobleem nauwkeurig nog eens kon schetsen voor de niet-ingewijden natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Luister, het probleem dat zich stelt zou ik op de volgende manier kunnen formuleren. Op welke wijze kunnen wij onze rijkdommen behouden en beschermen? Of beter nog, hoe kunnen wij onze verkregen en veroverde machtspositie versterken? Geachte dames, mijn heren, u moet toegeven dat we in de loop van de geschiedenis veel nuttige en moderne toestellen gefabriceerd hebben. Ik hoef maar te verwijzen naar de verwezenlijkingen op het gebied van telecommunicatie. Ik denk hierbij aan radio, televisietoestellen, videoapparatuur en onlangs nog de nieuwste vondst, de chip. U moet mij excuseren voor mijn onwetendheid, maar ik zie niet in hoe een groepje kinderen een bedreiging kunnen vormen voor onze economie. U moet het probleem ook op langere termijn beschouwen. Ik kan formeel stellen dat alle middelen geoorloofd zijn, want deze situatie is ongehoord. We worden afgeluisterd. Kan iedereen terugzetten en vol sterkte stoten.
Ja, aan Bron de Grave. Oh ja. Oké, ja. Ik doe het onmiddellijk. Oké, ja.